Hallo iedereen en welkom bij deze nieuwe Minecraft tutorial video. Vandaag ga ik jullie tonen hoe je een zombie villager kan genezen in Minecraft. Het is natuurlijk een redelijk gekende strategie om een normale villager eerst in een zombie villager te laten veranderen en deze zombie villager daarna weer te laten genezen tot een normale villager om zo goedkopere trades van hem te kunnen krijgen. Als je dit doet, zorg je er natuurlijk wel voor dat de moeilijkheidsgraad van jouw Minecraft game op hard staat, want anders is er een kans dat de villager zal sterven. Vooraleer ik aan deze tutorial begin, zou ik jullie eerst willen vragen om te abonneren op mijn kanaal en een duimpje omhoog te doen. Want zoals jullie hier kunnen zien, is minder dan 5% van jullie geabonneerd op mijn kanaal. Dus ik zou het zeer erg appreciëren als jullie zouden abonneren. Dan ga ik nu beginnen aan de tutorial. Dus welke spullen heb je nu eigenlijk nodig om een zombie villager te genezen? Als eerste heb je natuurlijk een zombie villager zelf nodig. Maar dat is natuurlijk redelijk obvious. Je hebt ook nog een zwakte drankje of weakness potion nodig. Zorg er natuurlijk wel voor dat dit een splash potion is, zodat je deze kan gooien op de zombie. Want we gaan die straks op de zombie moeten gooien. En als laatste item heb je ook nog een gouden appel nodig. En deze gouden appel kan je krijgen door je crafting table te openen. Dan in het midden van je crafting table 1 appel te plaatsen met daar rond 8 gouden staven. Hoe je een weakness potion zal krijgen ga ik in deze video niet helemaal uitleggen. Maar als jullie daar benieuwd naar zijn, kunnen jullie wel op de link in de beschrijving klikken of op de link in de pin comment, want daar zal ik een link naar een video van mij zetten waar ik dat uitleg. Dan zorg je natuurlijk ook voor dat de zombie villager vaststaat. Dit kan je doen door hem in een boot te plaatsen of door hem te omsingelen door blokken. En heel belangrijk, zorg ervoor dat er een blok boven zijn hoofd staat. Want anders gaat hij beginnen verbranden zowel het dag wordt. En het zou natuurlijk redelijk zonde zijn als je dit proces begint in de nacht. En als het dan, naarmate dat het proces vordert, als het dan dag wordt en dat jouw zombie villager dan ineens zou doodbranden. Dan als stap 1 om te beginnen met hem te genezen is natuurlijk om het, zoals ik daarjuist al zei, om het zwakte drankje te gooien op de zombie villager. En dan om te kijken of het gelukt is, wil je eventjes gaan dichter bij de zombie villager gaan kijken. En als er dan iets van grijsachtige particles rond hem zijn, heeft hij het zwakte effect en dan is het dus gelukt. Als jouw zombie dus het zwakte effect heeft, is het nu tijd om hem de gouden appel te geven. Dit is zeer makkelijk om te doen. Hiervoor wil je de gouden appel gewoon in jouw hand nemen en met de rechtermuisknop klikken op de zombie villager en dan zal hij deze appel of gouden appel consumeren. En normaal gezien moet hij nu, als je in de nieuwere versies bent van Minecraft, zal hij gele particles hebben. En als je in de oudere versies bent van Minecraft, als ik het me goed herinner, zal hij dan normaal gezien rode particles rond hem hebben. Maar dat weet ik niet meer helemaal zeker. En dan moeten we nu een aantal minuten wachten en dan wordt hij weer een normale villager. Je weet wel dat dit redelijk lang kan duren, dus word niet direct gefrustreerd als het niet direct werkt. Ik denk dat in mijn tutorial iets van 5 minuten duurde of zo, maar dat heb ik voor jullie er gewoon eventjes uitgeknipt. En mensen, dat was dus voor deze video. Vond je deze video leuk? Geef me dan zeker een like, abonneer op mijn kanaal en dan zie ik jullie terug bij de volgende video.